Hallo, hallo. We gaan het vandaag hebben over de zon. Hij schijnt vandaag iets minder. Maar ja, de laatste tijd heeft hij ontzettend veel geschenen. Heel erg van genoten. Maar ja, hoe geniet je nou een beetje verantwoord van de zon? Want zodra hij begint te schijnen, zie je overal advertenties en influencers met... Jongens, smeren, smeren, smeren. Dit is de beste zonnebrand. Maar wat is dan de beste zonnebrand? En is het ook echt wel nodig dat je zonnebrand bijvoorbeeld überhaupt smeert? Hoe zit dat? En zonnetrainen hoor je ook heel veel over. Wat is dat dan? Heb je dat nodig? Ik wil het weten. Dus, ademen Renske. Gewoon ademhalen. Dus ik ben op onderzoek gegaan en dat doe ik eigenlijk al best wel een hele tijd. Want ik vind het al een hele tijd een interessant onderwerp. Want ik was altijd best wel een beetje bang voor de zon. Van, dan moet je uitblijven, want dan krijg je rimpels van. En dan ga je dood van kanker en dat hele gedoe. Dus ik dacht altijd dat het slecht was. En nu kom ik steeds meer achter dat de zon ook heel veel te bieden heeft. Dus ben jij net zo nieuwsgierig? Nou, dan moet je blijven kijken, want we gaan het nu behandelen. Nou volg ik zelf al een hele tijd een account op Instagram en dat heet sunworld.nl. En Frank Veldman die deelt daar enorm veel informatie over de zon, over hoe je moet zonnetrainen, hoe je dat moet uitrekenen. Nou, ik snap er allemaal geen fluit van. Dus ik ben er nu even wat beter ingedoken om het te kunnen echt goed te begrijpen en het ook uit te kunnen leggen. En jullie hopelijk op zo veel mogelijk Jip-Janneke taal, dat iedereen het helemaal snapt. En dan wil ik eigenlijk beginnen met de vraag. Wat is het verschil tussen UVA en UVB? Want ik denk dat dat even handig is om te weten. Nou, dan heb ik geleerd dat de A staat voor aging en de B voor burn. En dat de UVA dus, aging, dat een harde straling is die ook door glas en door kleding heen gaat. En ook echt op bewolkte dagen nog steeds jou bereikt. En dat ook die straling ervoor zorgt, of stralen. Ervoor zorgen dat je rimpels krijgt, pigmentvlekjes, dat soort dingen. En dat de UVB ervoor zorgt dat je verbrandt. Maar een heel belangrijk doel van de UVB is dat die er ook voor zorgt, die stralen, dat jij vitamine D aanmaakt in je lijf. En laat dat nou een heel belangrijk vitamine voor je lijf zijn. En laten we daar nou ook allemaal in Nederland vrijwel allemaal te weinig van hebben. Nou, hoe komt dat? We wonen in Nederland, het is hier al een guur en ellende en daar valt wel wat mee. Maar de enige tijd dat jij vitamine D kan aanmaken hier in Nederland zijn in de maanden juni, juli en augustus. Dus je hebt gewoon maar 3 maanden de tijd om voldoende vitamine D aan te maken hier in Nederland. Dus, you ain't got much time. Maar dat geeft helemaal niks, want ik ga je dus nu uitleggen hoe jij een lekker voorraadje vitamine D kan maken. Ook als je hier gewoon in Nederland woont en niet op vakantie gaat naar het buitenland. Nou, toppie! Maar wat doet zonnebrand? Nou, zonnebrand, daar zit natuurlijk SPF in en die SPF die zorgt ervoor dat er de aanmaak van vitamine D wordt geblokkeerd. Dus dat die stralen van de UVA en de UVB niet meer kunnen doordringen. Nou, als je bedenkt, je huid is je grootste orgaan en zo'n 60% van alles wat je daar dus opsmeert, dat wordt ook echt opgenomen in je lijf. En dat moet dan dus aan het werk om dan al die bende op te ruimen, want er zit echt heel veel bende in zonnebrandcrème. En niet alleen maar in zonnebrandcrèmes hoor. Denk ook gewoon aan je make-up vaak, hè? Niet alle. Er zijn natuurlijk ook nu veel make-up foundations en zo te krijgen op mineraalbasis en weet ik het wat. Ga ik later nog wel eens uitzoeken. Heb ik nog niet gedaan. Maar in ieder geval in zonnebrandcrème is een enorme ingrediëntenlijst vaak. Met name, kan je het uitspreken? Ik 9 van de 10 keer niet. Die lijst met ingrediënten die jij graag wil vermijden in je huidverzorging. Waaronder dus je zonnebrandcrème. Heb ik in de beschrijving gezet. Dus je kan altijd dat lijstje erbij houden. Als je op zoek gaat naar een juiste zonnebrand. Oké, even kijken. Wat wilde ik nou nog meer vertellen? Want ik heb er natuurlijk even een lijstje bij, want het is echt superveel. En ik wil het allemaal niet verkeerd vertellen, want anders krijg ik allemaal gezeik op het internet. Zo, dus ja. Oké, we weten dus nu
dat het smeren met die rotzooi in ieder geval. Hè, want er zijn ook goede zonnebrand, maar ik heb het er nu echt over Nivea of dat wat je bij de Aldi kan halen en de Action. Die zonnebrandcremes, daar heb ik het nu over. Je weet nu, oké, dat wil ik inderdaad liever niet op mijn huid smeren. Daar krijg je zeik van. Zover zijn we nu. Maar ja, wat doe je dan wel? Want je wil eigenlijk wel graag genieten van de zon op een mooie dag. Je wil eigenlijk ook wel graag voldoende vitamine D aanmaken. En dan? Nou, ik ga het je vertellen. Even kort mijn eigen ervaring. Ik heb nu dit jaar, dit is mijn tweede seizoen dat ik aan een zonnetrainer doe. En alle informatie daarover heb ik toen zelf ook bij sunworld.nl vandaag gehaald. No ad, zo. Maar, want ja, ik vind dat gewoon heel betrouwbaar. Ik heb daar heel veel aan gehad. En normaal gesproken ben ik ook veel witter dan nu, want je wordt er ook heel bruin van zonnetrainen. Hey, ja, misschien vind jij me nog steeds wel wit, maar voor mij nu ben ik bruin, oké. Wat je dan doet is gelijk al in het voorjaar als de zon begint te schijnen zoveel mogelijk naar buiten. Want zo train je je huid aan de zon te wennen. De zonnekracht is in het voorjaar vaak rond de 2 of 3, als ik dat goed heb. En dat betekent voor een huid type 2, dat ben ik, dat ik dan gelijk al 50 minuten onbeschermd prima in de zon kan. Maar hoe weet je dan wat voor huidtype je bent en hoe reken je dan uit hoe lang je in de zon mag? Wat lul ik nou weer? Nou, dat ga ik ook vertellen. Oké, maar hoe kom je er dan nou achter wat voor type huid je hebt? Ik heb dus zelf type 2. Nou, ik heb dat gewoon gegoogeld. Easy. Ik ben een typische type 2. lichte huid, die snel verbrandt. Vaak wat sproetjes. Heb ik ook. Licht haar, licht tot donkerblond haar. Lichte ogen. Dus ja, ik ben gewoon duidelijk type 2. Dus het bestaat type 1, 2, 3 en 4. Dus kijk even op internet wat jij dan bent. En zodra je dan weet wat voor huidtype je bent, dan kunnen we ook de MED gaan uitrekenen. En dat staat voor maximale erythemdosis. Zeg ik dat goed? Nee, fuck! Minimale erythemdosis. Ja, ik moet even spieken hoor. Want dat is natuurlijk niet echt het woord wat ik dagelijks gebruik. Maar dus de minimale erythemdosis. Nu moet je opletten. Als je huidtype 1 bent, dan is je MED 67. Bij een huidtype 2 is dat 100 MED. Huidtype 3 is 200 MED. En huidtype 4 is 300 MED. Ik schrijf het wel even in de... Zet het wel even in de beschrijving voor je, oké? Hey, got your back. En dan komt er nu het volgende rekensommetje. Je doet de MED gedeeld door de zonkracht. En dat is dan het maximaal aantal minuten wat je in onbeschermde zon in mag. Dus, even denken. Mijn MED is 100, dus dan doe ik 100 gedeeld door... Nou, stel het is echt een superkrachtige zonnige dag, dus het is zonkracht 7. Dan doe ik dus 100 gedeeld door 7. En dat is volgens mij, was het 14 nog wat of zo? Heb ik dat goed? Ja, dus dan mag ik maar 14 minuten onbeschermd de zon in. Dat is helemaal niet veel. Maar als jij goed naar je lijf luistert, dan voel jij zelf ook wel al dat op zo'n hele krachtige zonnige dag, dat je huid al begint te fikken, zeg maar. Dat je het al wel voelt tintelen. Nou, dan weet je dus, eruit de schaduw in. Doe het langzaam, ga de schaduw in. Jouw tijd zit erop. En zo doe je dat. Maar ja, dat kan natuurlijk zo zijn. Heb jij je maximale aantal al gehad? Maar ja, weet ik veel. Je zit op het terras, je wil helemaal niet weg. Je kan geen kant op, weet je wel. Je moet daar wel blijven zitten. Ja, dan zou je natuurlijk alsnog wel met een zonnebrand kunnen gaan smeren. Maar doe dan even eentje zonder al die rotzooi. Ik hoorde dat van Inkia, heet het volgens mij. Via hemnature.nl kun je eentje krijgen zonder bende. Dat is er alvast één. Nou, you're good to go. En bedenk even, die felle zonkracht, die zonkracht 7, is vaak pas ergens tussen 12 en 4 uur, als ik het goed heb. Of misschien wat eerder. Maar als jij bijvoorbeeld je dag lekker wil beginnen en lekker veel vitamine D wil aanmaken, kun je ook zeggen, 's ochtends vroeg gelijk even een blokje om van een uur.
Want jij mag bijvoorbeeld bij huidtype 2 en zonkracht 2, kun jij dus bijna een uur onbeschermd de zon in. Nou, wie doet je wat? Oh ja, wat ik ook nog wel graag even wilde zeggen. Zelf smeer ik dan op mijn gezicht. Ja, je kan het op je hele lijf smeren hoor. Maar op mijn gezicht smeer ik vaak pure shea boter. Dat is echt één, dat is alleen dat ingrediënt. Er zit verder helemaal geen soja of wat dan ook in. En die heeft al een natuurlijk SPF van 8. Dus je kan ook het op die manier misschien vinden. Nou, dat je lijf heel ingenieus is, daar zijn we inmiddels denk ik wel achter. Want ook voeding kan je gewoon beschermen tegen de zon. Wat ik heel veel tegenkwam, is dat als je bijvoorbeeld tomaten eet. In tomaten zit, ik moet even spieken hoor, weer. Hoe heet het nou? Een hoge lycopeengehalte. Hoog lycopeengehalte, ik denk dat je het zo zegt. Uit een onderzoek kwam dat als jij 40 gram tomaten of tomatenpuree zou eten iedere dag als je zon in gaat, dat je ook wel tot 40% meer nog weer beschermd bent tegen de zon. What? Maar ook watermeloenen, paprika's, pepers, wat was er nou meer? Even kijken hoor. Aardbeien, allemaal echt de zomervruchten. Of het zomerfruit, zomergroente, dat is toch genius! Ja, de natuur heeft het allemaal mooi bedacht, jongens. Oké, nou, ik ben natuurlijk geen expert, hè? En ik snap dat het misschien een gevoelig onderwerp kan zijn, maar kanker hebben we het over. Want waarom hebben zoveel mensen dan huidkanker? Nou, wat ik heel veel terugvind is dat dat vooral komt omdat als jij je huid dus niet de tijd geeft om aan de zon te wennen en dan is het ineens een hele mooie dag en je gaat met zonkracht 7 of hoger de hele middag lekker liggen bakken. Je kwakt er even wat zonnebrandcreme op en je denkt, nou, ik ben beschermd. Toch? Maar jouw lijf, jouw huid is ongetraind. Dat wordt gemaskeerd dus door SPF, die de UVA en de UVB niet meer doorlaten. Je huid geeft niet meer van nature een waarschuwingssignaal af. Dus wordt niet rood, wordt niet, gaat niet zwellen, wordt niet heel pijnlijk. Waardoor jij dus je huid, je ligt gewoon op een barbecue. Ja, en daar krijg je uiteindelijk last van. Daar zou je dan inderdaad uiteindelijk kanker van kunnen krijgen. Oké, de zonnebril. Want die is er natuurlijk ook nog. Ik hoor verschillende geluiden. Ja, je moet een zonnebril dragen, want anders kun je last krijgen van staar en zo. Maar ja, een zonnebril niet dragen kan ook heel goed voor je zijn. Nu ben ik gek op een leuk zonnebrilletje. I get it. Het is eigenlijk gewoon een hele hippe accessoire. Maar ik ga je ook even uitleggen waarom het heel verstandig is om de zonnebril ook af en toe even lekker af te laten. Want de zon zorgt ook voor dat jij melatonine aanmaakt. In onze ogen zitten sensoren. En die sensoren zijn dan weer verbonden met onze innerlijke klok. En die innerlijke klok is dan, staat dan weer in verbinding met ergens in je hersenen. In ieder geval in je hoofd, weet ik veel, moeilijke woorden, bla bla. Doe er ook allemaal niet toe. Het heeft in ieder geval te maken met de aanmaak van melatonine. En dat is je slaaphormoon, zoals denk ik veel van jullie wel weten. En het slaaphormoon wordt dan weer aangemaakt in je pijnappelklier. Nou, vind ik dat ook wel weer interessant, want vanuit spiritueel oogpunt weet ik dat de pijnappelklier er juist dan ook wel weer voor zorgt als jij een frisse, schone pijnappelklier hebt. Ah, poertje, sorry. Dat jij ook veel meer connectie hebt met alles daarboven. En dat je pijnappelklier dus vooral verkalkt, inderdaad. Door te weinig direct zonlicht en door dat je poetst bijvoorbeeld met fluoride. Dus dat vind ik dan wel weer even een hele leuke, interessante verbinding. Maar goed, de aanmaak dus van die melatonine worden verstoord door het dragen van een zonnebril. Ze willen graag direct zonlicht. Maar ook door het gebruik van blauw licht, je televisie, je laptop, je telefoon. We weten dat ook allemaal wel. Ik bedoel, hoe vaak is ons wel niet verteld dat je 2 uur voordat je naar bed gaat dat ding uit moet doen. Geen televisie meer moet kijken. Als je dat ooit eens een keer doet, dat je denkt, godverdorie. Zeg nou godverdorie? Potverdorie. Wat heb ik lekker geslapen. Wat heerlijk. Ik kom lekker rustig in slaap. En nou ja, lekker toch? Gewoon doen dus. Maar ja, je doet het niet, want je bent verslaafd. Ik ook. Maar even serieus, het is dus wel heel interessant, want luister goed naar mij. want dit vond ik wel... What?
de melatonine in je lijf je helpt echt op 5 verschillende manieren om beter te slapen, maar ook tegen het bestrijden van kanker. Say what now? Dan denk je dus dat zonder zonnebrand de zon ingaan je kankerverwekkend is en dan kom je erachter dat de zon eigenlijk je beste mattie is. Wat is het leven toch mooi in een achtbaan. En dan nog een heel klein stukje, jongens, we zijn er bijna. Serotonine hebben we het nog heel even kort over. Want serotonine, dat geeft je energie en een goed gevoel. En dat maak je vooral vroeg in de ochtend aan. Dus stap je bed lekker vroeg uit. Om 6 uur 's ochtends ga je een blokje om. Sowieso het wandelen, daar voel je heel beter door. Maar ook nog eens lekker die zon. Yay! Als je een tekort aan serotonine hebt, dan kan dat leiden tot depressieve gevoelens. Dat is ook waarom best wel veel mensen ook wel vaak last hebben van een winterdipje in de winter. Zich, nou ja, gewoon futloos voelen, energieloos. Ja, komt allemaal daardoor. Dus ik zou zeggen, laat je nu zoveel mogelijk op aan de zon. Je bent net een batterij. Ga lekker aan de stroom liggen. Ja, geniet van de zon. Doe het op een verantwoordelijke manier. Ja, het kutte is wel... De UVA gaat dus recht, zo die gaat, door deze shampoo-glazen heen, maar de UVB dus niet. Dus ik moet of de hele dag als een soort van blinde kip buiten lopen in de zon, of ik profiteer gewoon helemaal niet mee van dit hele verhaal. Hoe kut is dat nou weer? Wie heeft dit nou weer verzonnen? Er is nog veel meer te vertellen over de zon. Echt oneindig veel, want het doet zoveel met... processen in je lijf, maar ook met je groente en je fruit. Groente en fruit wat in een kas wordt gekweekt of echt gewoon in de zon, is ook alweer dag en nacht verschil. Dat doet zoveel met je. Zon is energie, zon heeft een frequentie. En als je daar nog meer over wil weten, heb ik nog 2 hele interessante video's onder in de beschrijving extra gezet. Het is een lange zit. Volgens mij is het al met al 3 uur luisteren naar deze persoon. Ik weet even zo niet meer wat zijn naam is. Maar maakt het niet uit. Ja, als je het interessant vindt, zou ik die ook nog even kijken. En ga lekker genieten van de zon. Je hebt nu nog 2 hele maanden om lekker veel vitamine D aan te maken. Dus doe je best. En hoi!